dendermondenaars zijn duidelijk blij de koningin in levende lijven te zien. Het paard dat uitgaat en de vorst en de vorstin hier. Dubbel prijs in Dendermonde. Ja, zeker en vast. En heel blij dat we ze een keer in het echt kunnen zien. Sommigen staan hier al in... Zolang de Vlaming leeft, zolang de leeuw kan klauwen, zolang de Vlaming leeft, zolang de leeuw kan klauwen, zolang de Vlaming leeft. Papa Siske! Nichtje! Alles! Nichtje! Alles! Nichtje! Alles! Nichtje! Ja, heel veel blije gezichten daar in Dendermonde, maar niet iedereen was even opgetogen met het bezoek van de koning en de koningin in de Ros-Beiaardstad. Voor Vlaanderen! Alles! Voor Bozikske! Nietje! Voor Vlaanderen! Heer onze president! 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 Zo heeft de Vlaamse tak van de Vlaams-nationalistische actiegroep Voorpost daar vandaag betoogd. Tegen de monarchie en tegen de Belgische staat. Toegang tot het Marktplein krijgen de betogers niet. Maar dat weerhield hen niet om even verderop flink wat kabaal te maken. De betoging verliep zonder incident. Weg met de koning! 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 Ja, alles is eigenlijk heel rustig verlopen. Er zijn op voorhand ook duidelijk afspraken gemaakt met die mensen. We leven natuurlijk in een democratisch land waar dat iedereen zijn mening kan uiten. We hadden dan ook met die mensen duidelijk afspraken gemaakt tot waar dat ze konden komen en wat ze allemaal konden doen. En dat hebben ze uitermate goed gerespecteerd. Duizenden mensen, dat zijn allemaal kindjes. Geen duizenden mensen, maar honderden kindjes. Weg met de... Hey, recht op vrije meningsuiting. Dat is flink. Heel flink. Recht op vrije meningsuiting. En dat kind kreeg er onder een voet. Dat al weet. Heb je dat gezien? Dat meisje passeert zich toch... Nog een mot. En nog bezig tegen. Kijk, en bejuffrouw is er ook. Ze is er nog bezig tegen daar. Straks niet komen. Kut, dat is niet man. Dat is niet. Ja, zo wordt het plein gevuld. Hè. Ik zal toch nog een bisnummer kunnen doen. Getiteld, je mag naar huis gaan. De show is afgelopen, de klus is hier geklaard. Dat kaartje in uw zak, dat is nu niks meer waard. Het cultureel gehalte van deze show was nul, maar het is zeker niet. Voor flauwekul. Pas bedankt voor het leven in deze brouwerij. En ik zeg tegen jullie en jullie tegen mij, je mag naar huis gaan. Waar we draai, ga maar naar huis. Dat wordt zo saai. Je mag naar huis gaan. Waar we draai, ga maar naar huis. En tot in de draai. Dat was een krak in automechaniek. Hij stapte naar de automobielfabriek. Maar die fabriek die stond niet meer waar ze gisteren nog stond. Die fabriek die kwam in Moskou tevoorschijn uit de grond. En
Julien die panikeerde. Wat gebeurt er nu met mij? En weet je wat de directie tegen ons Julienke zei? Je mag naar huis gaan, maar wel goodbye. Ga maar naar huis, luf, 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 zwaai. Je mag naar huis gaan, maar wel goodbye. Ga maar naar huis, en tot in de draai.